Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept kruisig hem. Zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis, daarop Golgotha. Als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan. Als hij... Van harte welkom. U kijkt naar een uitzending van Beleef Mee. De komende weken staat het thema 8 levenslessen voor het volgen van Jezus centraal. Het is een nieuwe serie die we gaan maken met elkaar. En hij loopt tijdens de Lijdenszondagen, Goede Vrijdag en Pasen. En meer over deze serie kunt u lezen op lpbmedia.nl/Pasen2021. Nou, als gelovigen hebben we eigenlijk een gereedschapskist vol met gereedschappen tot onze beschikking. En die gereedschappen zijn bedoeld om ons te ondersteunen in ons geloof en ons te helpen om te groeien. De komende weken staat iedere week één gereedschap centraal. Eén levensles voor het volgen van Jezus. En vandaag gaat het over anderen tot zegen zijn. Nou, naast mij zit Theodor Medendorp. Hij is voorganger bij de multiculturele gemeente Hoop voor Noord in Amsterdam. Nou, ook voor jou van harte welkom. We hebben in het verleden veel samengewerkt en erg leuk om vandaag weer even de draad op te pakken. Theodor gaat vandaag preken over het thema Ben jij een zegen? We verwachten alles van God. God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is de schepper van al het leven. En ik mag je de groet van God doorgeven. En wat mooi is in zijn groet, laat God meteen iets zien van zijn karakter. Genade is er voor jou en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, de levende Heer, door zijn Heilige Geest. Amen. Wat ik mooi vind, dat God spreekt op allerlei manieren, door gesproken woorden, maar zeker ook door gezongen woorden. En we gaan luisteren en kijken naar een lied, Heer, u die mij ziet zoals ik ben. Dat is een bewerking van Psalm 139. Zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent u mij, u weet waar ik ga. U volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten dienste houdt bewogen, ligt alles open voor uw ogen. Wat mij ten dienste houdt bewogen, ligt alles open, ligt alles open, ligt alles open voor u. Thank you.
Leid mij ook. En leid mij ook. En leid mij op de weg van leven. Als je iets wil weggeven, als je iemand anders blij wil maken, dan kan dat pas als je iets hebt om weg te geven. Als je zelf eerst iets gekregen hebt. Mijn dochter die komt nog wel eens thuis en dan heeft ze opeens een knikker bij zich. Ik zal even wat van die knikkers uit het zakje halen. Je hebt knikkers in alle soorten en maten. Ik weet niet of je heel erg van knikkers houdt of grote knikkers, kleine knikkers, mooie glimmende knikkers, mooie kleuren. En dan komt ze soms met een knikker thuis en dan zeg ik, hey, hoe kom je eraan? En dan zegt ze, ja, die heb ik gekregen. Ze is nog niet echt aan het knikkeren, dus dat ze het gewonnen heeft, maar ze heeft het gekregen. En dat is dan vaak omdat diegene van wie ze het gekregen heeft haar leuk vindt of als teken van vriendschap. Als je iemand blij wil maken, bijvoorbeeld met knikkers, als je tegen iemand wil zeggen, joh, ik vind je aardig, wil je mijn vriend of vriendin zijn, dan kun je hem of haar iets geven, bijvoorbeeld knikkers. Maar je kunt dat pas doen als je zelf iets hebt om weg te geven. Als je zelf die knikkers van iemand anders hebt gekregen, thuis van je vader of van je moeder, degene die je opvoedt, of dat je ze misschien ergens gekocht hebt, dat je ze zeg maar gekregen hebt van de winkel. Daarover gaat het vandaag. Dat je iets voor iemand betekent, dat je iets aan iemand geeft. En dat kun je pas doen als je eerst zelf iets gekregen hebt. En dat verhaal gaat daar ook over. Het verhaal wat we nu gaan horen, wat we gaan lezen. Een verhaal uit het Oude Testament over iemand die geroepen wordt, Abraham. Geroepen om iets te zijn voor anderen. En hij kan pas iets zijn voor anderen als hij eerst zelf iets gekregen heeft van God zelf. Ja, we gaan lezen uit het Bijbelboek Genesis, helemaal aan het begin van de Bijbel. Genesis 12, vers 1 tot 5. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. We lezen ook nog een stukje uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 8 en 9. En Paulus grijpt daar terug op het verhaal van Abraham. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Een heel bekend programma op de Nederlandse televisie is het programma Ik Vertrek. Ik Vertrek gaat over mensen die op een gegeven moment besluiten weg te gaan uit Nederland. Ze zijn bijvoorbeeld in een bepaald land geweest en hebben daar iets gezien en dat heeft een soort droom in hen wakker geroepen. Ze gaan vaak weg met de reden dat ze het te druk vinden of dat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging. En dan gaan ze in het land waar ze dat gezien hebben, waardoor een droom is ontstaan, gaan ze bijvoorbeeld beginnen aan een bed and breakfast, een hotel of een camping. Een programma wat nog steeds op de Nederlandse televisie is of wat je kunt terugkijken. En daar wordt goed naar gekeken, met nieuwsgierigheid, soms ook wel met leedvermaak, omdat het lang niet altijd goed gaat met de mensen die proberen hun droom te verwezenlijken. Omdat het toch niet zo mooi blijkt te zijn als ze hadden gedacht
Of dat het toch niet zo gemakkelijk gaat als ze hadden gewild. En soms wordt het een succes. En verwerkelijken mensen daar hun droom en kunnen ze daar iets betekenen voor anderen of voor henzelf. Het Bijbelgedeelte wat we net hebben gelezen, dat is eigenlijk ook een soort ik vertrek. Abraham, die vertrekt samen met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot. Maar dat is wel een totaal ander vertrek. Dat is niet het vertrek met dat hij in zijn hoofd al heeft, dat hij weet waar hij naartoe gaat, omdat hij daar een keer eerder is geweest. En dat is ook geen vertrek omdat hij een soort droom heeft die hij wil verwezenlijken. Het is een vertrek waarbij hij ook niet weggaat zo van fijn dat ik de situatie waarin ik in zat achter me kan laten, verlangend naar meer rust. Dit is een vertrek waarbij hij alles achter moet laten. Waarbij Abraham achter zich moet laten wat hem vertrouwd is. Zijn familie, de plek waar hij woont, zijn hele omgeving. En het is een vertrek met een onzekere toekomst. Hij weet niet waar hij terecht zal komen. En hij weet niet hoe het precies zal gaan. Het is vertrek wat te maken heeft met een roep van God. Hoe je aankijkt tegen dit verhaal en tegen dit vertrek, tegen dit ik vertrek van Abraham, hangt af van verschillende factoren. En die wil ik bij langslopen. Dat Abraham in beweging komt, heeft alles te maken met het initiatief van God. Abraham vertrekt samen met Sarai en Lot niet op eigen initiatief, niet omdat hij het zelf heeft verzonnen, niet omdat hij het zelf heeft bedacht, maar omdat God hem roept. God grijpt in, God heeft een bijzonder plan voor de mensheid en daarvoor kiest hij Abraham. En hij roept Abraham en hij zegt, verlaat je land, verlaat je familie, en ga naar het land wat ik je zal wijzen. Het initiatief ligt bij God. Een ongedacht plan van God. Een plan wat alleen God kan bedenken. Het initiatief ligt niet bij de mens, maar bij God zelf. En het tweede is dat het bijzonder is aan de plannen van God, dat hij daarvoor ongedachte mensen gebruikt. Hij kiest nota bene een bejaard echtpaar uit. En ze zijn niet alleen bejaard, ze hebben geen kinderen. Terwijl God belooft dat ze een groot volk zullen worden. Een bejaard, kinderloos echtpaar, misschien nog wel met hun eigen god of achtergrond van andere religie. Die kiest hij uit om daarmee een nieuw begin te maken. Dat is bijzonder, maar dat is ook hoopvol voor jou en mij. God gebruikt mensen voor zijn plannen. Mensen die niet bekend staan om hun eigen kracht. Om hun eigen mogelijkheden of om hun eigen vroomheid. God kan elk mens gebruiken. Hij werkt door mensen heen, ongeacht hoe sterk of hoe krachtig, hoe levenslustig of wat dan ook zijn. Hij kan ieder mens gebruiken. En juist daardoor wordt Gods kracht zichtbaar in de zwakheid van mensen. En het bijzondere van het plan van God, en dat is de derde, is dat God erop uit is om mensen te zegenen. Hij wil Abraham zegenen. Abraham en zijn vrouw en de mensen die met hem meegaan. Hij wil Abraham zegenen, maar dat niet alleen. Die zegen van God, dat hij het goede heeft met de mensen, dat gaat verder dan Abraham. Dat gaat verder door naar de volken om Abraham heen. Dat in Abraham alle volken gezegend zullen worden. Dat is bijzonder. Dat de zegen voor Abraham zeg maar overvloeit. Niet alleen voor Abraham. Abraham is niet alleen om bij zich te houden, maar dat dat doorgaat naar alle volken om hem heen. Ook de volken waartussen hij straks zal komen te wonen. En als laatste, het is bijzonder dat plan van God, dat uitgekomen is. En wel op een heel bijzondere manier.
Je zag het al een beetje, dat je tot een zegen kunt zijn voor anderen, ook als die niet bij je eigen volk horen. Bijvoorbeeld in het verhaal van Jozef. Jozef die komt aan, tegen wil en dank komt hij aan het hof van de farao en hij gaat werken voor Potifar. Jozef zelf, een Joodse jonge man, heeft een verbinding met God. En God zegent Jozef en die zegen is niet alleen goed voor Jozef, maar vervolgens gaat het ook goed met Potifar en zijn huis. En uiteindelijk gaat het ook goed met Egypte, omdat God Jozef zegent. En dat is nog veel verder gegaan. En dat hebben we gezien in het gedeelte uit het Nieuwe Testament, Galaten, wat Nanda met ons gelezen heeft. En ik wil er nog twee versen uit lezen. Nog een keer, vers 13 en 14. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek, door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Dat is bijzonder. Dat God een nieuw plan heeft bedacht. Een wonderlijk plan. Een plan wat alleen God kan bedenken. Namelijk dat hij iemand anders heeft gezonden. Jezus zelf. Die een bijzondere weg is gegaan, waar we speciaal deze 40 dagen bij stilstaan, naartoe leven. En wat uitloopt op iets heel bijzonders, iets ongedachts, iets verschrikkelijks, iets zwaks. Dat Jezus zelf een vloek is geworden, zodat die vloek niet langer ons treft. Zodat die vloek niet langer als een deken over de schepping en over ons leven en over deze wereld ligt. Maar dat die vloek veranderd wordt in zegen. Omdat door geloof in Jezus jij een nakomeling van Abraham kunt zijn. Als je gelooft in Jezus mag je jezelf een nakomeling van Abraham noemen en mag je delen in de zegen. De zegen voor Abraham, beloofd aan Abraham. En beloofd in Abraham voor alle volken. Waar jij een onderdeel van bent en mag zijn. Dat is bijzonder. In zwakheid, in lijden en sterven, wordt Gods kracht van zijn onvoorwaardelijke liefde zichtbaar. Voor jou en mij. Iets wat niemand, geen mens had kunnen bedenken. Dat plan, dat komt alleen bij God vandaan. We beginnen, we staan aan het begin van de 40 dagen. En ik wil aan je vragen of je erbij stil wil staan. Of je de ruimte wil nemen om eerst stil te staan bij hoe bijzonder dat plan van God is. Hoe bijzonder dat is geweest dat God ervoor gekozen heeft om in Jezus Christus de vloek om te zetten in zegen. Sta erbij stil. Neem er de tijd voor om onder de indruk te raken. En om eerst die zegen van God te ontvangen. Om vervolgens, en dat is het tweede, tot een zegen te kunnen zijn. En daarom de vraag, ben je ook bereid om, net als Abraham, Gods roeping te volgen? En die roeping is voor iedereen verschillend. Je hoeft daar niet per se voor te vertrekken naar een ander land. Die roeping kan zelfs zijn op de plek waar je nu woont, waar je nu leeft, waar je nu contact hebt met mensen. Maar het kan wel zijn dat om die roeping te volgen, dat je daarvoor dingen moet loslaten. Of dat je daardoor dingen waaraan je vasthoudt of die je belangrijk vindt voor jezelf, dat je die hebt weg te geven. Je tijd, je energie, je aandacht, je geld. Om tot een zegen te kunnen zijn voor andere mensen. En soms gebeurt dat heel onverwachts. Ik was laatst enorm onder de indruk van een verhaal, ook wel bemoedigd, ook werd er ook een beetje stil van. In mijn buurt waar ik woon, werk ik samen met iemand die, ja, ze heeft wat volgens mij een beetje kerkelijke achtergrond, maar ze doet er helemaal niets mee. En ze geeft ook aan van dat ze zegt van, nou, ik ga niet naar de kerk en je zult me ook niet regelmatig in de kerk zien. Maar ze heeft een hart voor mensen. Een vrouw die kookt voor andere mensen. Betrokken bij een buurtmaaltijd samen met mij. Zij kookt
En ik heet de mensen welkom. En ik houd praatjes met mensen. En nu in deze tijd, nu we geen maaltijd meer kunnen hebben, vanwege alle maatregelen, is ze blijven koken. En ze kookt voor enorm veel mensen en ze brengt die maaltijden rond samen met allemaal vrijwilligers. En we hadden laatst een gesprek met elkaar en toen vroeg ik aan haar van wat het nou voor haar betekende om samen te werken met mij en andere vrijwilligers, waarvan ze weet en wist dat we een christelijke achtergrond hebben. En af en toe heb ik zoiets van heb ik bewondering voor haar. Als ik kijk naar haar inzet en haar energie, dan denk ik, ja, jij bent een voorbeeld voor heel veel christenen of mensen die zich christen noemen. Maar andersom gaf zij mij terug en ze zei, ik vind het bijzonder om met mensen zoals jullie samen te werken. Daardoor ben ik veranderd in hoe ik naar mensen kijk. Ik had nogal tegen bepaalde mensen wel wat vooroordelen. Bepaalde mensen die anders zijn dan ik, met een andere culturele achtergrond. Maar nu ben ik daarin veranderd. Zo kijk ik niet meer naar mensen. Want elk mens, uit welke cultuur of land je ook komt, is een mens. En is het waard om goed behandeld te worden. Ik werd er stil van. Gezegend zijn om tot een zegen te kunnen zijn voor andere mensen. Soms gebeurt dat niet eens door wat je heel bewust doet. Maar kan God werken blijkbaar. Door samenwerking, door alleen al jouw aanwezigheid. Ik had het niet bedacht. God blijkbaar wel. Mag ik met je bidden? Heere God, dank u wel voor dat fantastische goede nieuws van u. Dat u met het sturen van uw Zoon Jezus Christus, die vrijwillig die weg ging om de aanwezigheid van u te verlaten, om het dicht bij u zijn achter zich te laten, om onder de mensen te zijn, te leven, te spreken, te zijn met mensen op weg naar dat bittere einde. Dat bittere einde van zijn dood aan het kruis. Wat geen verlies betekende, maar wat winst betekende. Wat overwinning betekende. Wat we mogen vieren met Pasen. Heer, wat bijzonder dat u op die manier de vloek hebt omgezet in zegen. Niet alleen zegen voor Joodse mensen, maar zegen voor iedereen die bereid is open te staan voor het goede nieuws van Jezus. Bereid is open te staan voor Jezus zelf, die zijn leven wil toewijden aan hem. Heer, ik wil u bidden of deze tijd een tijd mag zijn van hernieuwde toewijding aan Jezus. Dat het een tijd mag zijn om te ontvangen. Om vervolgens tot een zegen te kunnen zijn voor anderen. Dit bid ik u in de naam van Jezus. Amen. We gaan luisteren, kijken naar een lied. Het lied Zegen mij. Maar
Mag je tot slot de zegen van God geven. Ontvang die zegen om tot de zegen te kunnen zijn. De goedheid en genade van Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de kracht van de Heilige Geest die jou wil verbinden met Jezus en met zijn Vader, is er voor jou, alle dagen van je leven. Amen. Bedankt voor het kijken naar deze viering. We hopen dat je gezegend bent, zodat je ook anderen tot zegen kunt zijn. Wil je nou meer weten over dit onderwerp, dan wil ik je wijzen op het 40-dagen-project 40 dagen hier en nu. Dit project biedt dezelfde thema's aan als die wij behandelen, dezelfde levenslessen voor het volgen van Jezus. En komende week staat ook daar het anderen tot zegen zijn centraal. Dus als je gaat naar 40dagenhierennu.nl, dan kun je daar meer informatie vinden en je aanmelden om de dagelijkse post te ontvangen. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. Er verschijnt straks een QR-code in beeld. Daarmee kun je een gift overmaken om het werk van LPB Media te ondersteunen. Zo kunnen wij door blijven gaan met het maken van mooie uitzendingen zoals deze. Volgende week zijn we er weer. Ook Theodor is er dan weer. En hij zal dan spreken over het thema Geroepen om te zijn. Heeft u genoten van deze uitzending? Dan wilt u vast meer zien. Ga naar beleefmee.nl voor lezingen, concerten, afleveringen van het opinieprogramma Denk eens mee en het natuurprogramma Gaaf. Meditaties ondersteund met gebaren, cursussen van Weet wat je gelooft en documentaires. We ondersteunen werkers in de kerk met informatie en materialen. Zo willen we onze kennis en techniek in dienst stellen van de kerken. Steun LPB Media met uw gift, zodat meer mensen kunnen blijven genieten van Beleef Mee. Door uw bijdrage komt de goede boodschap in veel huiskamers.